Ja, nog meer herleiden, nog meer korte schrijven, plus en min. Dus herleiden van gelijksoortige termen. Maar nu dus die minnen wij. Kijk eventueel even, als je dit nog nooit gezien hebt, even dit filmpje. Hier leg ik namelijk uit hoe werkt het. Nou, daar gaan we. Nou, hier leg ik natuurlijk ook uit hoe het werkt, maar bij het andere iets uitgebreider. Nou, je hebt 3a eraf 5a. Hoe moet je dat nu zien? Nou, eerst altijd even kijken. Bij min gaat hetzelfde als plus. Altijd eerst even kijken. Kun je wel korter schrijven? En dat kan, want het zijn allebei a'tjes. Alleen dezelfde dingen mag je korter schrijven. Nou, dit is dus eigenlijk 3 keer het getal a. Maar nu moeten daar 5 van die a'tjes vanaf. Ja, dat gaat niet. Ik kan er 3 doen, maar dan heb ik er 2 tekort. Met andere woorden, min 2a. Dan gaan we naar een lastige. Nu heb je er al tekort. Dus je hebt nu 3 a'tjes tekort. En dan vervolgens willen ze dat je er nog eens 5a van af gaat halen. Dus dan heb je er nog meer tekort. Hoeveel heb je er dan tekort? Als je de eerste 3 tekort hebt en je haalt er 5 af, dan heb je er dus 8 tekort. En dat schrijf je zo op. Min 8a. Dan gaan we naar som C. Je hebt er weer 3 tekort. Maar nu ga je erbij optellen. En bedenk maar, als je iets tekort hebt, hè? Dus stel je voor, jij hebt 100 euro tekort. Je hebt misschien wel meer euro als tekort. En denk, nou, ik heb altijd euro's tekort. Maar even serieus, je hebt 100 euro schuld, zeg maar. En je gaat daar 150 euro bij optellen. Dan heb je dus geen schuld meer. Dan kom je uit op 50 euro. Als je dan 150 euro van iemand krijgt. Als je 100 euro schuld hebt en je krijgt 150 euro, dan heb je nog op dat moment pas 50 euro. Zeg maar even je bankrekening. Staat min 100 op je bankrekening. Je stort 150 euro. Dan heb je dus 50 euro op je bankrekening staan. Je gaat dus omhoog naar de 0 met plus. En dat is een belangrijk verschil. Kijk, min 3a plus 5a. Je hebt de 3 tekort. Je telt er 5 bij op. Dan kom je uit op 2a. Deze was 0. Dus eventjes 3a. Oh nee, wacht. Ik pak de verkeerde. Deze... min 3a min 5a. Dus hier staat een plusje en daar staat een min. En bij een min ging je juist verder naar beneden. He, dus dan heb je nog meer tekort. Dus dit is wel min 8a, deze. En deze is niet min 8a, nee, dat is 2a. Want je hebt het tekort, maar je gaat aanvullen eigenlijk. Je gaat erbij optellen. En dan heb je er dus gewoon 2a. Heb je 3 tekort, tel ik er 5 bij op. Ik weet niet of jullie kunnen zien, maar even zo een stuk. Je hebt er 3 tekort, ik tel er 5 bij op. Dan schuif ik die tekorten hieronder. En dan heb ik er dus 2. Dan gaan we naar de volgende. 5x min 4x. 5x. Ik heb 5 keer het getal x. Dan ga ik 4 keer dat getal x van afhalen. Kijk, 5 keer het getal x. Hoppa. Maar dan moet ik er 4 van af gaan halen. Nou, als ik hier 4 van af ga halen. 1, 2, 3, 4. Dan zijn deze, heb ik eraf gehaald. Hou ik er 1 over. Maar dan mag je niet zo opschrijven. Want 1 keer x moest je schrijven als x. Ik weet niet of je dat nog weet. Maar we hadden een paar bijzondere. Je hebt bijvoorbeeld min 1x. Dat moest je schrijven als min x. 1x. Dat moet je schrijven als x. En 0x moest je schrijven als 0. Die komt zo aan de beurt. Daar gaan we. Zet even in je schrift dat je D, E en F oefenen voor de toets. Want dan even met een groot uitroepteken in de kantlijn. Want die sommen zit altijd variant op in de toets. Min 5x plus 5x. En welke was dat? Dat is som E. Hoe moet je dat nu zien? Nou, je hebt een 0. En dan heb je er 5x tekort. Maar nu tel ik er precies 5x bij op. Dus stel je voor, je hebt 5x tekort. Iemand zegt, hier heb jij 5x. Dan heb je 0. Of 0 keer x. Maar ja, 0 keer x mag je zo niet opschrijven. Hè? Dat is gewoon 0. En dan de laatste. Ook een goede om te oefenen voor de toets. Want daar zit dat stukje in dat je bepaalde antwoorden niet mag laten staan. 4x. Min 5x. Nou, ik heb 4 keer het getal x. La 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 la. Dan haal ik 5 keer dat getal. Oh, wacht even. Yo, ik was iets enthousiast. Zo. En dan haal ik 5 keer dat getal x vanaf. Ja, dat gaat niet. Ja, dat gaat wel. 1, 2, 3, 4. Maar ik moest er
5 afhalen. Dus dan heb ik er eentje tekort. 1x tekort. En als je een x tekort hebt, schrijf je dat op als min 1 keer x. Maar ja, dat mag je zo niet opschrijven. Ja, dan noem je dat je 1x tekort hebben, is eigenlijk hetzelfde als min 1x hebben, hè? Maar zo mag je het in de wiskunde niet opschrijven. Want in de wiskunde, min 1x, daar moet je van maken min x. Dus je antwoord hier is min x. Heb je min 1x, dan rekenen we dat fout. En schrijf je op min 1x, maar daaronder zet je min x, dan rekenen we het goed. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!